Goedendag, man, Bo. De rechter is niet er. Goedendag, wie bent er? Wie bent Mansi en Geesi? We hebben voor jou de verlatingen, man. En nu houden we keuze een weekend naar Parijs of een weekend naar Riool in de Oostenrijk. Nou, het we houden maar keuze voor een weekend naar Riool. Ja, we houden een keuze, maar hoe komt er mee of van hoe? Hoe zenuwachtig dat optrok voor je, vooral voor je vleer. Ja, ik slijm er een neep in, man. Ik krijg helemaal wakker, zeker een dokter. Zegt de dokter het hele verhaal en toen zegt de dokter, zegt hij mij, Mans, voor het wakker liggen, geef je Viagra. Ik zeg, dokter, ik zeg, Viagra helpt het al voor slaap, man. Nee, zegt de dokter, maar maak het wakker liggen een stuk aangenaam. Ja, en Mans had ook een beetje last van opgesloten log in de kop van de maan. Ja, pas. Ja. En de dokter wilde een beetje naar een boek, hè. En zegt van hier, ik zit er waar je net een potje van met. Toen kreeg hij zo'n grote pot met neus, hè. En dan moest hij helemaal vol zitten kriegen met zijn eigen water. Dus ik met het ding op u zat. En ik heb u, ja, zenuwachtig geweest. Ik ga staan, ze hele keer op mijn wc zitten. Ja, ik heb denk met zo'n pot gelukkig. Kleine, niks van het. Dus ik kom van de wc af, zeg, hey, zien we die ook nog? En dan moest ze, zie met dit ook potje naar potje, half vol. Zeg, nou, dat is prettig. Het is niet helemaal mooi, veel, maar dat kan ik me doen. Nou, ben je nou met elkaar, we zijn nog met elkaar naar de dokter en zo. Dus ben je nou buiten? Nee. Steeds al toen we die buiten komen, net als ze ziek met staat en ogen. Dus ik hou dit pot erom. Hartstikke goed. Nou, ik heb terecht. Ben met ons mee op de dokter. Dus, zo gezegd, zo gedaan, willen met een pot. Ik heb een pot tussen de benen in de auto. Op de dokter. Kom wie daar binnen, ik zeg nou, hoe mag gaan zijn? Ik naar de vrouwtje daar bij de balie. Ik zeg hier bietwater van Mansken. Zit om maar chocolade te maken. Nou, toen de vrouwtje met het putje voort. Dokter komt een paar minuten later bij ons. Zo wordt maar zitten rustig zitten, jongens, want ik heb de uitslag. Ja, onzin, hè? Nou, we begon te vinden. Ik denk, nou, dat wordt niks, maar... Nou, zegt de dokter, het valt uit met. De ziek moet bij de bok. Uw vrouw is in verwachting. En hier gewoon maar rustig op vakantie. Ik hoop, dus ja, er was niks geen honden meer aan. Het moest duur houden. Dus nou ja, ik en met, wij met ons bij op Schiphol. Op Vliegveld dan. Hoe korter, hoe korter, biedt vijf van het kan, hoe harder het begon te vinden. Nou, ik en daar, naar de vlieg. Geen tugelbal en vlak vuur nou erin moet, dan heb je zo'n heel gewaagd, mooi duur. Stus op keel en zo'n blauwe pak. Nou, en zegt nog een vriendelijk uur, en zegt hij tegen mij, meneer, volgens mij bent u nogal zenuwachtig. Ik zeg, ik zenuwachtig, ben te vuur. Toen zegt de keel, er was nergens voor nodig. Nee, zegt de man, loop maar even mee. Ja. Nou, zegt die keel, u loopt hier de slurf door. U gaat het hoekje om, rechtsaf dus aan de einde van de gang rechts. En u loopt zo het vliegtuig in. En binnen een anderhalf uur bent u in Riool. Ja, ik zeg het in een keer, ik zie de Riools. Ik zie de Riools. Eerst hou ik de piepenhoed, dan hou ik het hoekje om en dan land ik zo in de kisten. Het valt me een keer laten klikken. Het was precies wat hij zei. Het ging duur en we weer vertrekken komen. We komen in Tirol al. Nou, koffertjes naar het hotel gebracht. Ja. Ben weer in de buurt en dan was zo'n piste noemen ze dit dan. Zag ik aan zo'n staaldraad met zo'n knieënkoker eraan. Dan ging er zo'n log in. Oh. Ik zeg tegen Geesie. Oh. Dan hou je het. Je gaat naar boven met telespul. Nou, weet erin. En op 1000 meter zijn Geesie. Ja, maar ik wil het. Ja. Ik wil het. Ik zeg 1000 meter is meer dan nooit, en jullie hebben hoge. Ja,
Nou, toen moest ik maar. Ik moest hem maar met. Jij kan ook geen keuze. Blind zit. Nou, willen blind zitten. Denk ik een badje. 2000 meter. Ik denk bliksem, maar dat is hoog. Ik zeg, denk Mansie, hier hoor ik terug. Ik zeg hoger. Vind je me hoger. Wat er ook gebeurt, gezoek dan nooit. Nou, dat is mogelijk aan. Dus ze willen nog maar een beetje hoger op. Oh, en ik word niet dan naar de hoed. Ik denk nog, doe een beetje 3000 meter. Ik denk, een kan gebeuren, wat er gebeurt. Maar hier geen ons geen zin eruit. Ik zeg, het mag horen op, maar het reden. Nou, toen stonden we door een boom op de grote markt. Er was die ogen zo goed verteld. Nou, hulle, de stondere kut. Oh, je hebt de hulp nog. Je hebt de hulp nog. Niks. Staan. Maar goed, hulle, de stondere knut. Een beetje inspecteren. Toen kwam er nog zo'n keel van bieshoezen. Die had er verstand van zo te zien. Ik denk, maar wat die keel kan. De kous schiet je aan! Dus ik ga een beetje duur de knieën en storm onder de armen. Oh, ik mogen me toch te verder. Nee, ik denk, oh, bliksems. Ik denk, Mansie, hoor maar mooi eens. Ik zeg, geen zie, gewoon in maar eens. Oh, nog een, oh, dan stuf je dan. Tietje te bakkeleen met elkaar. En toen had ik een heel idee. Ik zei, weet je wat het is, Mansie? Wat is? Wie hoort met elkaar? Halt in hand, kameraden. Halt in hand, kameraden. En zo ze erin naar beneden ligt. Merk het vooral, na 50 meter. Geen halt in hand, kameraden meer. 12 euro, stond al zo groot. Nee, wie is een Duitse kerel? Ik schreeuw nog, kerel van de kant, ik kom terug. Hij kijkt nog al overheen, maar blind staan. Ja, jullie rood daar, wat? Ons geestje moest er links langs, hè? En ons Mansie in de rechts langs, hè? Nee, zo is het weer gehaald, nee, onder oude hand trainen. Onder hand Ons geestje, hij zat precies nog aan de ogen, en hij wil eerst in de strijdbeen. En de jongen Den die kletsende nog in de boek aan. En die ene leer op de rug, dan leer op de boek. Hij schuift zo naar beneden, normaal, van alle manieren, misschien. Ja, Mas, de Carino was eng, ja. Maar die komt er ook wel wat van. Maar die leuwen, Bart, die wat nou bangelde verroep. En vuur zo erin. Daar heb ik mijn horen op. Zie, knap, maar Lucifer zultjes knap. Zo zie je zo is niet in Bargo. Ja, dat is met het snaar ook, dan wil je allemaal vangen toch? Ja, die moet terug, hè? Ja, ik weet het niet. Het ging mooi. En stel overheen. En had erin hadden. En zo denk ik, het was zo stel in vuur. Een schans, zo'n schans, dat weet je waar we ook nog op televisie is. En de leur die niks te best kon, links te langs, rechts te langs, ik denk, maar ik heb de gang er drie in stuurd. Ja, hoor je hoe dat doet, dus. Nee, vrouw, en has! En ik. Zo, ze weten wat we de loog heeft. 80 meter winter kwam ik op de grote dalen. Een gat! Ja, leuk, u gelooft dit, maar donder aan de dremel. Van ons mastdichte schoen. Zie aan de mooie attractie mee. Het gaat van Mans. Ja. Maar goed, toen stonden we natuurlijk die volle mede weg, maar wie moesten vooraan in Barhof? Maar rem zit er niet op, stuur me ook in. En toen zei ik ons een badje verbiezen, iets broeks te roep. 50 kilometer per uur! Nou, wie ging maar 150? Ik denk, dat wordt een beguring, dat kan niet al! Nee, dat is toch nog maar zo. Oh ja, zo één uur in één keer, kom op, Jos. Staat op, in één keer, kom! Ik werk het zich af. Dat was de duur, wat zei zag ik in één keer. Ja, dat zei je goed, Mansie. Het was de duur. Zie je inmiddels? Nee. Maar goed,
Je hebt ons mansie een beetje bij elkaar gehaald op een branca. Een beetje gips links en rechts achter al de bomen. Hij zat van boven onder de rollen. Ja. Aangas aan zuurstof, jong, wat ging erop? Ja. En toen maar afwachten of nog wat ons al. Het was een spul, Kees. Ja. Het was een spul. Maar met 3 weken mocht ik weer van Bern op. Ons Kees was toch niks te best dat toen ik met 21 dagen van Bern op. Ja, dat is hetzelfde. Ja, oh, wat maakt niet uit. Ja, maar morgen komt er weer. Ja, maar goed. Anderhalf. Ja. Toen mochten we dus met vleer toen weer naar huis. En dat was niet maar zo'n ding. En toen heeft ze de gipsvlug. Nou, dat komt moeilijk met z'n bij. Niet als. Ja, dat was nog ongeveer. Ja. Allemaal goed in elkaar. Maar we zijn toen wakker in de alweer gehad. Dan gaan we langer dan 1 dag misschien, maar altijd terug al voor 1 dag kunnen vullen. Nee, Massie, maar oud dan weer hoor. Ja. Nou houden er ook een jas te sneeuw ligt. Ja, dat heb ik ook al gehoord. Dan gaan we elke keer, maar dat is echt glimlach, volle bedden, niet dus, al? Dus nee, ook? Hij heeft geen wil, God er aan een jas te sneeuw ligt. En als krie, grote oren. Ik ben nog goed, toen ik op de lagere school zat. Ik ben nog goed, die strenge moord waar betoon. Ik ben nog goed, een klein tikje van de mensblad. Ik ben nog goed, in de kassen die de meester kroon. Met de bussen op schoolreisje, oh, ik werd nog goed. Liep de Spanja in de Melkbus en op het Rens een lekker reisje, oh, ik slaap heel goed, die tijd komt niet meer terug. Ik leef niet in het verleden, maar ik kies nog dan graag terug. Door niet van kan leren, nou dat ik niet stuk. Hoe ouder als ik word, des te meer ik ervaar. Meester Kroon was een topleraar. Heel diep erop en veel waren geleerd. Ik ben nog goed, in de kleren altijd keuren. Ik ben nog goed, lopen door zijn eigen paard. Ik ben nog goed, leer ik met rugzak was niet neer. Ik ben nog goed, op de fietsen naar het Loormark. Ik ben nog goed, wat bekwaamheid en zelen waren. Hergesteld de normen en waarden. Oh, ik ben nog goed. Niet praten in het dialect, maar ik verstond het wel perfect. Oh, ik besef steeds meer dat het heel belangrijk is. Ik heb niet in het verleden, maar kijk toch nog graag terug. Daardoor niet van gebeuren, nou dat het leek me stuk. Meester meer ervaar, meester Kroon was een topleraar. Heel diep daarover heeft wel waren geleerd. Ik ben nog goed, aandacht, rust en orde. Ik ben nog goed, met je stapel van op papier. Ik ben nog goed. Geïnteresseerd in mij was geworden. Ik ben nog goed, vooral van Gerrit Jan en Anje Pien. Ik ben nog goed, dat succes was in zijn ogen. Alles halen niet overwogen. Oh, ik ben nog goed. Het ging niet om de intelligentie, maar vooral om de intentie. Oh, it's a
orkestje door het revue-orkest. Net al achterop, iedereen is al best wel een beetje druk, hè? Ja. Wat als? Wat als? Jan van Derkom, de plaatselijke anime aan Boomaardbiers. Ja, ja, als die, ja. Ik denk dat ze voor me daar nog had gestaan. Ja. Dat die er nog over heeft gestaan. En wat als, Henk? Wat als Rob van de Beumen, hè? Als die nou eens met zijn geknutsel gynaecoloog was geworden, hè? Rob van de Beumen, gynaecoloog. Zie je voor je? Die kun je echt goed bedenken, hoor. Ja. Is, ik denk dat nou, in plaats van één vinger, 10 vingers winnaar had. Ja, dat denk ik ook. Maar, hé jongen, schep je even binnen, hè? Mm-hmm. Voetballer. Wat als Dirk Lugen als een bondscoach was geweest? Dirk Lugen als bondscoach, dat kan niet. Dat kan niet. Nee? Nee, dat kan niet. Want als het gras iets te hoog was, dan zien ze zijn aanwijzingen niet. Ja. Wat als Rijssen nou niet bij Holte was gekomen, hè? Wat als Rijssen nou niet bij Holte was gekomen? Nou, dat was niet zo moeilijk. Nee? Hij was Holte een wereldster geweest. Ja. Ja, 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 Holte een wereldster. Maar kijk maar, Berlijn is een wereldster, Londen is een wereldster, Parijs. Al die steden hebben achterbuurten. Nou, daar hebben we dat toch ook aan. Ja. Maar goed, wat als Truus Jansen Maneschijn Veldkamp? Oei. Niet met Bert Jansen Maneschijn daar ze troon. Ik heb je een paar keer herhaald, maar dit ga ik niet doen. Nee. Ja, dan had ze denk ik met een andere kerel een boomtje op moeten zetten. Ja. 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 Maar, hey, Gerrit Vlogman, ken je Gerrit Vlogman? Ja, ja, ja. Wat als Gerrit Vlogman nou niet met een Pools kenteken had rondgereden hier, in die groep? Want daar was de politie heel blij mee geweest, want ze kreeg heel duidelijk telefoon. Dat is op Polen, dat is op Polen. Ja. Hé, joh, wat als, hè? Wat als André Heetkamp nu hoofdredacteur was geweest van, hoe heet dat nou? Nieuwe Revue? Nee, die andere. Playboy. Van Playboy. Playboy. Wat als André Heetkamp redacteur van de Playboy was? Nou, dan hadden heel veel logo's in Dijkerhoek veel rondborstiger geweest. Nee, maar wat als Bert Aafding, ja, die af en toe dan maken we die nog wel eens mee, hè? Ja. Als ja, Bert Aafding nou niet van de VVD was, maar van de SGP. Ja. Bert Aafding van de SGP. Dat was er waarschijnlijk regisseur geweest van het COV. Ja, van het COV. Ja. Baby, baby.